Oké, mensen, we gaan rijden. We gaan op pad weer. Estetiet, prachtig plaatje hebben we gestaan. Heerlijk rustig hebben we gestaan. Heerlijk gevist. Niks gevangen. Zo. Ja, we gaan even van de stoep af, dus dat is even een beetje... Oké. Maar goh, die zit nog niet op de plek, want... Aan de andere kant van de straat staan de vuilnisbakken en we moeten even onze vuilniszak kwijt. Stop hier maar. Waarom neem je deze? Ja, dat gaat eruit. Nee, dat maakt ook niet uit. Ja. Oké. Okay. En kijk, dat is... Laat zien, dat is wel leuk. Kijk, zien jullie? Daar staan ook twee vuilnisbakken. Oké. Nou, dan... het is Friesisch. Ga ik op mijn gauw ook zitten. Oké, we rijden op de AP7. En het is 72 kilometer naar die camperplaats. En deze weg is nog 66 kilometer, dus... Dat is dus relax rijden, dit stukje. Barcelona heen. Dus we gaan het zien. Kijk mensen, wat een mooie aparte spoorbrug. Ja. Zo. Hoe krijgen ze het voor elkaar om daar... Ja, dat gebeurt altijd niet in de nacht. Ja, dat snap ik. Maar ja, je moet er wel overheen hangen. Ja, kijk, om dat te doen. Ja. Ja. Nou mensen, jullie zien het. We zijn van de snelweg af. En dat was maar 6 kilometer. En als het goed is, is over 600 meter is onze camperplaats. Oh ja, ik wil even graag boodschappen doen. Ja, maar stond er niet bij een supermarkt kilometer of zo? Dat weet ik niet. Na 300 meter bestemming bereikt. Oh, daar ja. Kijk uit. Zullen we eerst maar even een supermarkt op gaan zoeken? Ja, zullen we eerst vragen of die plekje hebt? Ja, doe je dat. En ja, waarvoor de supermarkt? We hebben toch voor vandaag hebben we al? Nee, we moeten toch water hebben en... We hebben nog twee flessen vol, hè? Water. En we gaan hier water tanken. Ja, maar... We kunnen altijd nog even op de fiets. Ook een keer leuk. Oké, mensen, we gaan even kijken. Ik weet bij God niet waar we zijn. Oh, kijk eens. Hier de surfplek. Ja, ho. Hola, señor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Una noche. Ja, uno o de dos. Dos. En is hier in de neighborhood een supermarket, Mercado? Así, pero hoy closed. Closed. En fiesta hoy. Oh, fiesta, yeah. Supermarkt en dicht, het feste. Ríos Magos. Ríos Magos, yes, de drie koningen. Sí, señor. Bueno, está aquí a 3 kilómetros. Oh, het is 3 kilometer naar de supermarkt. Ja, maar die is gesloten. Mañana. Sí, oké, okay, no problema. Could we first aqua por... And electricity. Hey. And do you also have electricity? 4 ampère. 4 keer 880. Oh.
Zie je, zie je, nog problemen. 4 ampère? Ja, dat is dus 880 watt. Ja? Dan kun je waterkoker mee aandoen hoor. Dus, In mijn kachel? Nee, dat niet. Maar goed, we hebben de kachel. Hè. Ja, je kachel eventueel ook. Zie. Oké, first service. Wat? First service, aqua. Ah, si, si. Vaya, vaya, ya por el agua y lo... Si, 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 señor. En, ja, no problem, ik draai eventjes. Je mag er staan waar je wil. Daar. Het is een Nederlander. Oh, is dat niet diegene die we wel eens tegengekomen zijn? Hier kan je camper nog was ook. Zie je dat van bovenaf? Ja, ja. Ja, dat is mooi werk. Ja. Daar is zeker een kraantje, daar aan die kant, kijk jij eens. Zie je dat ook niet? Daar, ja. Ja, okay. Euro release, dat is met muntjes zeker. De wc. Water hebben we aan deze kant. De wc, ja. Ik zie sowieso wel 3 Nederlanders staan. Zo. Aguas grises. Aguas negras. Yes. Y agua potable. Potable. Dat is drinkwater. Gracias. Is de place hier. Viva Holanda. 1, 2. 3? Ja. Weer 4? 3, 4, 5. 5, ja. Sí, sí, sí. Hola, Holanda. Ja? Ja? Die meneer die wil wat tegen je zeggen. Oh! Wassen? Is het warm? Ja, ja, ja. Dit is ijsje. Sta je zo goed, hè? Ja, perfect, mag al. Schiet mij daar met de douchen. Ja, kijk. Heb ik zoveel water voor gedaan? Huh? Heb ik zoveel water?
Nou, jullie zien het, hier staan we. En kijk, er is daar ook, er is een Nederlander en die is hem met de hoge drukspuit aan het schoonmaken. Zie je dat? Ja, dat is mooi, hè? Ja. Ja, zeker mooi. En jongens, je hebt hier alles tot je beschikking. Een douche, afwasplek, toilet. Je kan hier dus legen, surfen. Daar heb je een, waar we net vers water hebben getankt. En dat alles voor 10 euro per nacht. 13 euro. Ja, en als je stroom neemt is het 13 euro. Maar de stroom is maar 4 ampère. Maar ja, weet je, dat is 880 watt. Ja, meer hebben we niet nodig. Dus ik vind het geweldig. En er stonden hier net, stonden hier 5 Nederlanders in totaal. Er stond hier een busje met een tentje, die zijn weg. Die gingen naar het zuiden, meer richting naar beneden. Kijk, kijk maar hoog. Even je dak. Ja, nou, dat is helemaal mooi. Ja, alleen hij doet het verkeerd om. Wat bedoel je? Ja, je doet eerst je dak en dan doe je die zijkanten. Jeetje, maar mooi, hè? Oké. Okay. Nou, prachtig. Mooi plekje, mensen. Les Franques de Val. Ja. 13 graden. Ja. Ja, 13. Maar dat is misschien de gewone buitentemperatuur. Maar de buiten in het zonnetje niet, hoor. Huh? Ik denk dat hier 20 graden is waar ik zit. Moet je eens kijken. We hebben net even lekker een sinaasappeltje geperst. Kippenvel. Maar goh, je staat met blote armen. Dat is al niks voor jou. En als het 12 graden is, dan sta jij niet met blote armen, hoor. Nou, we zitten hier dus in het zonnetje. Moet jullie kijken. Oh, het is echt gewoon zo lekker. Maar dit staat niet op de kaart. Dus wil jij even... Jij zegt campercontact? Ja. In KC? Ja, je kan het zo opzoeken. Ja. Kijk jongens, nog steeds zon en kijk dan. De was is al bijna helemaal droog. Ze hebben allerlei dingetjes gewassen en gedaan en de meeste is al droog in de kast. En alleen mijn t-shirt duurt wat langer. En jullie zien het op deze camperplaats. Kijk, er zitten gewoon allemaal mensen lekker buiten. 5 Nederlanders staan er. Ja, 5 Nederlanders. Met de mooiste campers. Ja, maar goed. Wij hebben ook een mooie camper. Dus, en weet je of je nou... Laat even je polarstep zien. Of je nou een nieuwe camper hebt, een oude camper hebt of wat voor camper dan ook. Voor iedereen is het zo. Het is hun eigen huisje. En iedereen geniet er op zijn manier van. Ja, tuurlijk. Dus maakt niet uit of je een grote of een kleine hebt. Als je er zelf maar van geniet. Dat vind ik tenminste. Ik geniet zo van onze knaus. Oh. Ik kan het niet blijven zeggen. Oké. Okay. Maar gewoon, ik ga je eventjes Polar Steps laten zien van vandaag. We staan echt op een leuk plekje. Zo, hij doet het. Hij staat aan. Oh. Wat ga je doen? Nou, even snoepen. Snoepen? Kijk hier. Snoepen. Kijk. Want... Oh, maar goh, dat is rauwe groente. Nou, daar is niks mis mee, hoor. Nee, daar is niks mis mee. Lekker. Want ik zit tegen mijn goh, we hadden natuurlijk nog die halve paprika-engel. Aubergine. Paprika hadden we nog over. We hadden nog uien en ik had nog een teentje knoflook. Ja. Dus ik zeg tegen mijn goh, ik zeg, weet je wat ik doe? Doe dat nou niet. Ga jij nou maar verder. En we hadden ook nog een pond gehakt. Dus dat gehakt dat heb ik gekruid. En daar hebben we een schepje sambal bij gedaan. Sambal badjak. Brandal. Oh, brandal. Sambal brandal hadden we erbij gedaan. En we hadden nog één doosje notenrijst van Lassie. Daar zo. En dus ik zei tegen mijn ook, nou dan ga ik dit eventjes, dan maken we die gehakt. Maak ik kleine balletjes van. En die braad ik dan eerst even aan dat ze klaar zijn. Onderwijl kook ik de rijst in de... En die moet toch ook weer wellen? Ja, die moet 8 minuten koken. En dan 8 minuten koken. En als dat dan klaar is, giet ik het af, spoel ik het af. En onderwijl heb ik dan die balletjes er weer uitgehaald.
En dan heb ik dit erin gedaan. Want dan kan dit namelijk gaar worden. En ik heb dit met een beetje olijfolie, een beetje een knoflookteentje erdoorheen. En rozemarijn en tijm. Dus dat wordt een hele lekkere combinatie. En dan gaan we vanavond eten. Dus dan gaan jullie zien. Het is echt, ik vind het hier een lekker prikkie, Magal. Ja, goed. Ik ben natuurlijk altijd een beetje snel tevreden, dus... Is dat zo? Nou ja, wat plekjes aan gaan staan wel, ja. Snel tevreden. Nou, dan moet ik even een apart YouTube-kanaal aanmaken. Over Engelse tevredenheid. Oh ja, en kijk, we hebben de was gedaan vandaag. En kijk. Ja, we hebben een handwasje gedaan. Het laatste wat nog gedaan moet worden... Ja, want ik had gezegd... Dat er hier een wasmachine was. Zou zijn. Ja, nou, dus we rijden hierheen en alles is er, maar half een wasmachine. Ja. Maar goed, dat komt wel goed. Weet je, het bed dat doen we als we in voorbij Barcelona zijn. Zijn we net een week onderweg. Dus toch? Anders dan mag jij het met de hand doen. Jij hebt sterke handen, zeg je altijd. Dus. Puppy's power. Boeren en uitwringen. En dan moet het mooi weer zijn, want dat moet wel drogen. Ja, ja. Ja, je gelooft niet dat ik die dekbedden ga wassen. Dat ben wel een gekke Henkie. Nee, dekbedden niet. De dekbed overtrek. Dekbedden hoef je niet te wassen. Ja, overtrek ook niet. Oké, jongens. Dit was onze reis hierheen. We blijven hier eens een dagje langer. Ja, en dan... we gaan morgen eerst boodschappen doen. Morgen eerst boodschappen doen op fietsje. Ja, dan kunnen de trotters er voor het eerst uit. En dat is zo'n vriendelijke man dat we blijven gewoon nog een nachtje langer. Ja, ja. Ja. Oké, jongens, tot de volgende vlog. Hè. Ja.